Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend kunnen we zien dat een flink deel van het land opklaringen heeft. We zien ook wat witte wolken plukken boven de Noordzee, dat zijn lichte buien die vandaag met name over de westelijke kustprovincies nog trekken. In het binnenland blijft het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur staagt uiteindelijk naar rond het vriespunt in het noordoosten en noordoosten tot 3 of 4 graden in het westen van het land en dat bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond is het helder en dan zakt de temperatuur overal weer snel onder het vriespunt. Komende nacht minimaal tot lokaal dicht bij de min 10 graden, strenge vorst, dus plaatselijk. Morgen overdag blijft het ook vriezen op een heleboel plaatsen, min 1 of min 2 als maximum, in het westen net iets boven 0. In eerste instantie van tijd tot tijd zon, in de loop van de dag raakt het bewolkt. En dan in de avond en in de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag gaat er een storing over het land trekken. En die brengt in eerste instantie sneeuw of natte sneeuw, later kan de onderkoelde regen vallen en dat leidt dan tot ijzel en verraderlijke gladheid. In de loop van de zaterdag komt de temperatuur overal boven het vriespunt uit en gaat de neerslag in regen over. Zaterdag, zondag en maandag is het vrij wisselvallig en zachter. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl